Straks op N1. Al mot ik krupen. Dag Rian! Ah ja! Hi! Lekker jong! Lekkere meid! Ik ben ook geen spat veranderd. Nou, iets meer aangekomen Rian, iets meer aangekomen. Ja, maar dat is dan beter dan veel te veel afvallen. Daarom. Hé, maar het gaat niet om mij, hè? Het gaat om het uitzicht! Het gaat om de mooiste plek van Nijmegen, of? Wel. Ja, toch? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja. Hoe lang is het geleden dat je hier geweest bent, hier boven de toren? Nou, zeg maar tussen de 15 en 20 jaar. Ja. Nou staan we hier weer in de wind en uit de zon. En dan stel ik voor, dan gaan we even naar de andere kant. Want dan gaan we ook de kant, dan staan we in de zon en dan ook, kijken we ook een beetje richting Haterse Hei. Want dat is toch denk ik iets, jouw geboortegrond. Ja. Hey, lopen we even die kant op, Rian. Ja. Oké. Ja. Jij weet waar het is. Ja, hier staan we even uit de wind, in de zon, Rian. Ja, dat klopt. Hatot. En dan moeten we heel ver kijken vanaf hier, hè? Want kijk, in de verte zien we daar de Sint-Annestraat, hè, lopen. Ja. Als je heel goed kijkt achter die vlaggenmast zien we die Sint-Anna-molen. Ja. En dat is daar kom jij vandaan? Daar geboren. Daar ligt het nog Hazekamp en Sint-Anna en daarachter ligt de Haterse Hei. Haterse Hei. Vlak voor de grootstal, zeg maar. Ja, geboren en getogen. Ja. Ja. En ik begrijp, je ouders die hebben daar altijd gewoond? Ja, mijn ouders zijn geen Nijmegenaren. Maar zij zijn daar gaan wonen in 1960. Zijn ze getrouwd en dat was nog een nieuwe huizen waren dat. Ja. Dus, en ze hebben het langzaamaan de wijk zien volgroeien. Ja. En je moeder woont daar nog? Ja, ze woont er nog steeds. Je woont er nog. Goed, daar geboren getogen, naar school gegaan? Ja, naar de Sint-Franciscusschool. Dat was toen bij de nonnetjes. En dat was toen nog echt een meisjesschool. En ik weet het, mijn broertje en mijn zusje, wij schelen 5 jaar, de jongste en de oudste. Die zaten voor het eerst gemengd. En toen, en die Franciscusschool lag aan de Heiweg. Daar zit nu ook een school in. Mm-hmm. Ik meen dat het Abu Bakr heet. Mm-hmm. Of iets in die geest. In die trant. Ja. En de jongensschool lag aan de Citroen-Vlinderstraat en dat is, ja, maar daar mocht ik niet komen, want ik zat netjes op de meisjesschool. Ja. En toen? En toen ben ik naar, die heb ik vlot doorlopen, keurig 6 jaar over gedaan. En toen ben ik naar Canisius College gegaan aan de Bergendalseweg. Bij de Jezuïeten? Bij de Jezuïeten. En dat was nog het pand wat nu niet meer Canisius College was, maar wat aan de Museum Kampstraat, daar op de hoek. Ja. Lag. Maar dus dat was toen jongensmeisjes toen? Dat was toen jongensmeisjes. Want eerst was Canisius was gewoon alleen maar de jongens. Daar leerde ik voor het eerst gemengd zwemmen. Ja. nee, maar daar, ja, dat was nieuw voor mij. Nou, ook briljant doorlopen natuurlijk. Nou, briljant niet. Ik had een pretpakket, zoals ze het noemden, maar ik heb het VWO gedaan. En, kijk. Ja. En toen? Toen ben ik nog steeds in Nijmegen gebleven. Toen ben ik naar school gegaan. Naar de in-service opleiding voor verpleegkundigen gaan doen aan de Gerard van Swietenlaan. Het is op het terrein van de Radboud, dus ja, het is eigenlijk allemaal kapittelweg, hè? Ja, daar ja. Is het allemaal bij elkaar in de buurt. En daar heb ik de opleiding gedaan. En daar ben ik aan het werk gegaan, daar ben ik eigenlijk ook niet meer weggegaan. Ja, verloskundige? Nou, ik ben geen verloskundige, maar verpleegkundige, gespecialiseerd verpleegkundige op de verloskamer. Dus je hebt een hele hoop Nijmegenaren gehaald? Ja. Om het zo maar te doen. Ja, er zijn ook mensen die me wel eens herkennen. En dan zeg ik van, god, ja, ik weet niet waarvan. En dan is het van de bevalling. Ja.
Het grappige is, vaak herken je de vaders beter, omdat de moeders die zijn in zo'n onfortuinlijke outfit en gezichtsuitdrukking, dat je dat als ze weer normaal zijn niet zo goed herkent. Ja, ja. 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 Goed, maar we hebben eerder in de uitzending hebben we al een keer Marlies gehad. Ja? Want ja, daar kent de gemiddelde Nijmegenaar, of doorsnee Nijmegenaar, jullie toch van. Het Showtheater. Ja. Hoe kwam je daar in godsnaam terecht? Nou, voor mij is de geschiedenis op het toneel al iets langer. Toen ik bij het Showtheater kwam, dat was bij de aanvang van het Showtheater, maar ik heb eerder nog bij Cabaret Blokken gezeten. En daar ben ik aan begonnen toen ik 17 was. En dat was een eindexamen cabaret van de NEBO. En ik zat daar als enige Canisiaan dan tussen, omdat ik mijn vriendenkring daar onder NEBO jongeren had. En ja, Cabaret Blokken heeft ook jaren bestaan. Mm-hmm. En daar ben ik een paar jaar, dat heeft een paar jaar niet bestaan. En ik heb er een paar jaar dus ook niet echt meer gespeeld. En toen kwam daar het Soaptheater voorbij. En toen heeft Leo van Stijn gevraagd of ik daar niet wilde auditeren. Of dat ik daar geen rol in wilde. Ja, ja, ja. Maar, ja goed, het Soaptheater, Nimbeeks. Ja, oh, dan moet ik nog even bij zeggen. Ja? Marlies bleek later dat wij daar, die herkende ik vaag. Maar ik dacht eigenlijk dat zij Ans Klapper was. Dat leek ze heel erg op. Dat was toen een van de vissenhandel in Nijmegen. Ja? En, maar het bleek dat na lang uitpluizen dat ik bij de bevalling van Marlies ben geweest. Dus ook bij de geboorte van haar zoon ben geweest. Ah, kijk, ja. En zo leer je, kende ik haar dus eigenlijk. Ja. Dat is Nimbeeks, hè? Je moet Nimbeeks praten. Ja. Had je dat in Hadert geleerd? Ik denk het. Niet van mijn ouders. Nee. Mijn vader kwam van de Gooise Matras. Mijn moeder kwam uit Brabant. En ik heb er niet mijn best voor gedaan, maar ik denk toch dat ik het een beetje gehoord heb op school. Ja, ja. Maar op school mocht je niet praten, want daar had ik mijn moeder niet zo op. Nee, dat klopt. Ja. Ik ben van een iets latere generatie. Ik weet dat de zusters niet het over ons taalgebruik hadden. Ja, vloeken mocht niet. Mm-hmm. Maar ik heb ze nooit iets horen zeggen van praat eens netjes ABN. Nee, nee, nee. Kan zijn dat ze wel gezegd hebben, maar is totaal langs mee. Ja. Maar dus je hebt dat Nimbeeks dialect heb je helemaal zelf aangeleerd? Ja, ja, denk ik. Op straat? Ja, zo moet het zijn. Ja. Ja. Goed, en dan met Showtheater? Nou, 18 jaar lang gedaan, of niet? Ja. En toen? Wat gebeurde er toen? Was er oneenigheid? Waren er meningsverschillen? Of zijn die meningsverschillen bijvoorbeeld onoverbrugbaar? Hè? Want tijd heelt alle wonden, zeggen sommige mensen wel eens. Hè? Want jullie zijn er in 2008 uitgestapt. Ja. Ja. En ik heb dat wel eens geprobeerd om dat onder een noemer te vangen of onder een zin. En ik heb het, voor mij was het, de intermenselijke betrekkingen zijn overschreden. Ja, ja. Ik heb gezegd, er zijn grenzen en die hoek kun je van tevoren niet aangeven. Maar voor mij was er een grens waarvan ik dacht, ik wil niet bij een groep horen die zo met mensen onderling omgaat. Ja, het moet een vriendenclub zijn en dat was niet meer op dat moment. Jawel, het was een vriendenclub en we zijn ook nog steeds vrienden, maar met een afgesplitst niet, want we zijn niet onder iets anders verder gegaan. Maar met de mensen die gestopt zijn, zijn we nog steeds bevriend. Ja, we zijn gaan nog steeds met elkaar om. Ja, ja. En ik heb dat toen gezegd, er zijn grenzen. En Leo van Stijn heeft die titel meteen aan zijn programma zonder ons teruggegeven. Er zien grenzen. Maar het is ook fijn dat wij een inspiratiebron kunnen zijn. En is het nou helemaal over? Nee, in zoverre met het Soaptheater is het over. Maar we kunnen het spelen niet laten, om het zo maar te zeggen. Maar komt het Soaptheater nog een keer terug? Dat je zegt, nou, of is nooit? Nou, ik denk niet dat het in de samenstelling zoals het was, dat terugkomt. Nee. Ik denk ook niet dat de wens daarbij aan alle twee de kanten, laten we het zo noemen, twee kanten, ik denk niet dat die wens er is. Stel dan nou eens een keer een bemiddelaar komt, een amabel persoon die zegt, kom, laat ik eens een keer met die club gaan praten. Jij ja, nog eens een keer. Nee. Nou, misschien wel. Nee, maar dus, jongens, kom op. Hè. Het is zo leuk. Nijmegen geniet zo van dat Soaptheater en zo'n club. Met humor, met mooie liedjes, met dat Nijmeegs dialect wat bijna aan het verdwijnen is. Ja, en het zou toch weer hartstikke leuk zijn als zo'n club toch weer bij elkaar kon komen. Maar goed.
Nou nee, weet je, dan zeg ik, zeg nooit nooit. Ik, het is niet zo dat voor mij, dat het pontificaal meteen, dat er nooit meer iets kan besproken worden. Maar er zal veel water door de Waal moeten. Ja, hij staat hoog. Dus hij staat ook daarom. Dus er zal heel veel water door de Waal moeten. Ja. Goed, je gaf al wel aan, je gaf maar iets ook. Af en toe zien we jullie wel eens met z'n tweeën nog ergens optreden. Dat blijven jullie wel doen. Ja, en dat is ook heel leuk. En op zo'n moment dat het dan leuk valt wat je doet en dat mensen je herkennen, dat is ook van ons uit. En dan, tuurlijk kriebelt het dan. Het is niet dat de drive er niet is, maar de uitvoering, ja, dat is een ander verhaal. En we zijn goed op elkaar ingespeeld. Dat is zo gegroeid. En dat blijft ook. Dat blijft ook. We kunnen verder kletsen waar we zijn blijven hangen. En het grappige is dat we, als we een stuk tekst hebben geschreven ergens voor, dat er dan improvisatie tussendoor komt. En dat pakken we dan van elkaar op en liggen soms ook dubbel om elkaar. Ja. Hoe werken dat? Zijn er mensen die jullie specifiek vragen, god, zouden jullie iets voor ons willen doen met z'n tweeën, een sketch of zo? Bedenken jullie zelf iets? Gaan jullie zelf, of lijkt meer zo op je afkomen van, nou, als mensen eens een keer een verzoek hebben, nou, dan willen we zo over nadenken. Werkt het zo? Meestal werkt het zo. Ik weet niet wat Marlies geantwoord heeft, maar ja, meestal werkt het zo. Nou, kijk naar de uitzending. Kijk. Nee, Marlies heb ik het nog niet eens over gehad, hoor. Dus, Nee, maar meestal werkt het zo van, of we hebben jullie ergens gezien, of we hebben daarvan gehoord. Kunnen jullie dan niet iets doen? En dan is dat zo. En dat kan in alle hoedanigheden. En er zitten nog steeds nieuwe uitdagingen bij. En schrijven jullie dan zelf ook teksten? Ja. Bedenken jullie zelf ook die dingen? Ja. En dan, ja, we gaan dan voorbesprekingen doen. En vragen we wat de wens is. Mm-hmm. Dat kan zijn bruiloften, begrafenissen doen we ook. Ja. Ook nog? Ja. Dat mag je op mijn begrafenis mag je doen. Ja, maar dan hoor jij het niet meer. Ja, dat maakt niet uit. Dan laten anderen maar lachen. maar goed, nee, Rian, Nijmegen. Je bent ook op die Radboudwerkje. Goed, we komen allemaal een keer gelukkig dat we zeggen, hey, we gaan met pensioen. En wat ga je dan doen? Buiten dat eventueel dat optreden nog van. Ga je dan nog iets doen in Nijmegen? Ga je dan nog zeggen van, nou, ik ga iets voor die stad nog iets anders doen? Ik ga me ergens anders voor inzetten? Of? Nou, ik ben niet zo iemand die zelf zegt, goh, ik ga eens ergens naartoe om te vragen of ik niet iets kan doen. Mm-hmm. Maar ik vind het wel heel leuk als mensen een idee hebben en dan aan mij of aan ons denken voor. En dan te vragen van, god, zouden jullie daar iets in willen doen? Is er iets waarvan je zegt, nou, dat zou ik wel leuk vinden om nog eens te doen als ik bij pensioen ben? Bestuurlijke functie of misschien iets toch weer in die verpleging? Of, Nou, misschien ga ik wel Joachim en Anna iets doen. Want dat is heel leuk als je daar iets. Dan zou dan wel weer met zingen of iets anders doen. Het grappige is dat je hem daar gewoon op herhaling kunt. Hè. Dan hoef je nooit nieuwe teksten te schrijven. Ik denk dat je ook 3 keer. 26 keer hetzelfde lied kunt zingen. Het blijft nieuw en leuk voor de bewoners daar. Ja. En ik weet dat Hans Wijnen, die ook bij het Zooptheater heeft gezeten, die werkt daar. Die vindt het geweldig daar om elke week de Polonaise te dansen met de mensen. Ja. Maar ja, misschien dat het zoiets wordt. Het kan zijn. Ja. Als je eenmaal in de zorg zit, zeggen ze, dan blijf je in de zorg. Ja. Maar ik heb eigenlijk nog niet zozeer over mijn pensioen nagedacht. Ja, ik denk wel van er komt een keer een einde aan, maar ik denk, nou, ik ben daar nog niet heel actief mee bezig. Je vindt je werk nog steeds hartstikke leuk? Ik vind mijn werk nog leuk en misschien ben ik er nog net iets te jong voor, want ik ben nou, wat mag je dat niet zeggen? Ja, nee, ik ben 55, dus ik moet gewoon nog even. Ja, je moet nog even. Ja, dat moeten wij allemaal nog, hoor. Dus, maar goed, nee, maar kijk, soms vragen we zelf als mensen die heel Nijmegen toch altijd ook een beetje een rol hebben gespeeld. Van wat ga je nou doen als je met pensioen gaat? Hè? Het is toch wel interessant om te horen van wat zou je dan doen? Nou woon je in Hatert, hè? Nog steeds, je bent daar niet weg te branden, zeg maar, bij wijze van spreken. Kom je nog vaak in die binnenstad dan? Ja, ik ga regelmatig naar de stad. Ja, ik vind het gewoon leuk om in de stad te zijn. Ook uit? Nee, ik ben niet echt een uitgaanstype. Nee, niet een kroegtijger. En, ik heb wel één stamkroeg, maar ik kom er niet vaak. Dat is Goos. Goos, Goosens, Café Goosens. Dat is een grote meid. Ja.
Ik kom er te weinig, maar het is wel een stamkroeg. Stamkroeg. Ja. Ja, ja, er zijn er meer die daar de stamkroeg hebben. Is dat zo? Ja, dat klopt. Ook die er wat vaker komen. En die er wat vaker komen. Goed, maar uit eten bijvoorbeeld? Wat vind je nou een mooi restaurant hier in de stad? Ja, dan zit ik weer in een mooi restaurant. Ik vind Jan Klaassen, dat is lekker dichtbij, hè? Ja, ja, oh, dat is daar. Dat is daar. Kom. En Helden zitten ook dicht bij ons, dat is nieuw. Ja. Mm-hmm. En, maar in de stad, ja, meestal, het zijn wel altijd gelegenheden waar ik met de fiets naartoe kan. En aan de Waalkade is het altijd lekker toeven. Nee, maar er zitten zoveel restaurants, dus de mogelijkheid is daar bijna, hè? Onbeperkt. Ja. Goed, nou, dus je woont nog steeds in Hatel. Zou je nooit eens een keer in die binnenstad willen wonen? Ja, nou, dat zijn wel dingen waar ik... Ik ga telkens maar van de vanzelfsprekendheid uit, van waar ik nu zit, daar zit ik goed. Maar als je dan zou vragen van, nou, als je een keer op een appartementje komt te zitten, dan trekt de Waal wel. De Waal? Ergens. Dus bij meer... de Waal. Dus de binnenstad is leuk, maar ja, die kun je dan makkelijk belopen. Als je tenminste niet slecht te been bent. Maar dan kun je vanaf, ja, met het uitzicht over de Waal en zo de stad inlopen. Dat is, ja... Dus Nieuw-West, hè, Waterkwartier, dus hè, onder de Heespoort door. Ja. Daar zou je zeggen van, nou, een mooi appartementje zou je wel willen zitten. Ja. Maar toch... jij wil niet weten wat voor een rotzooi ik dan nog eerst op moet ruimen uit mijn huidige woning voordat ik ergens naartoe kan. Dus dat is wel een jarenplan. Nou, dat is helemaal niet zo moeilijk. Je wordt twee containers bestellen en alles erin gooien. Als het daarin kan. Ja, maar dan ook alles weggooien. Ja. Dat blijkt een hele goede oplossing te zijn. Ja. Ja. En geen mensen in de buurt hebben zeggen, nou, dan moet je die wegdoen, want dat is nog allemaal heel veel waard. Nee. Dat scheelt een hoop werk en dan ben je in één keer van alles af. Ja, het is de emotionele waarde vaak, hè? Nou, ja goed. Daar zijn voor de ene is het emotioneel, voor de ander, maar ook geen moeilijke keus maken. Dat is ook zo. Nijmegen, als je Nijmegen nou, want je woont je hele leven al. Als je Nijmegen nou met één woord, maar ook een klein korte zin zijn, moet typeren. Wat zou dat dan zijn? Moederstad. Moederstad, leg eens uit. Nou, mijn ouders zijn altijd heel erg belangrijk voor me geweest. Ik vind Nijmegen een vrouwelijke stad. Ik weet niet eens of het een vrouwelijk lidwoord is, mm-hmm. Nijmegen. En ik heb het altijd over mijn vaderland en mijn moederstad. Daarom. Helemaal nieuw voor mij, maar wel heel, heel, heel mooie, moet ik zeggen. Ja, ik ben er geboren. De bakermat ligt hier. En, En je gaat ook nooit naar verhuizen? Nee. Je gaat nooit weer weg? Nee. Oké. Nee, nou. Ik zou wel een huisje aan zee willen, maar dat is dan om naartoe te gaan en om bij het water te zijn. Maar ik kom altijd weer terug naar Nijmegen. Oké. Hey, hartstikke leuk om je hierboven op deze toren te ontmoeten hebben met die andere kijk op Nijmegen. Het genoegen was me geheel wederzijds. Wederzijds? Ja. Ja, en dat soaptheater, daar moet ik toch nog eens een keer even over denken. Wie weet. En dan nemen we even de tijd voor en dan wie weet waar wat we de toekomst uitkomen. Nog gaat brengen. En dan gaan we in Goos beginnen. Dan nemen we in Goos daar een biertje op. Ja? Ja, hey, is goed. Jan, hartstikke bedankt. Hey, loop nog een rondje. Tuurlijk. Ja, kijk nog even. Ja, want geniet nog even van het uitzicht. Ja, gaan we nou een kussen? Ja, we gaan nou kussen. Oké, okay. Hey, bedankt. Dankjewel, hè. En een leukje gesproken te hebben. Vind ik ook. Dan ga ik die kant op, hè? Ja, loop gewoon die kant op en loop gewoon een mooi rondje. Hey, dankjewel, hè. Doei! Op blote voeten gaan. Ik wil nog één keer die zijn steven heuren slaan. Online via Facebook @AltijdN1. Op onze website n1.nl. Of via Twitter @AltijdN1. Want Nijmegen is altijd N1.